Ze waren op van de zenuwen, want het personeel van de Heilige Boontjeskoffie in Rotterdam maakte kans op de Hein Roethoffprijs 2017. De prijs werd maandagmiddag uitgereikt in Utrecht en even na 16:30 kwam het verlossende telefoontje in Rotterdam. Ja, we hebben gewonnen, jongens! Lekker! Woe! De jury koos voor de Heilige Boontjes vanwege hun originele en enthousiaste aanpak die ex-gedetineerde jongeren op een positieve manier midden in de samenleving brengt. Een volkomen terechte keuze vinden de winnaars. We zijn zo oprecht, zo eerlijk, zo'n gaaf concept. Het kon niet anders zijn. De Hein Roethoffprijs wordt om de 2 jaar uitgereikt. De jury moest dit jaar kiezen uit 31 inzendingen. De winnaar krijgt een klein kunstwerk en 20.000 euro. Wat we met geld gaan doen, dat weet ik niet. Daar gaan de directeurs over. Maar wat ik wel weet, is dat het wordt gepompt in het concept. En het weer terugkomt naar de maatschappij. We zijn een non-profit bedrijf, de stichting. Dus wij zullen dat geld goed besteden aan de jongeren. En er hoort ook een kunstwerk bij. Wat ga je met het kunstwerk doen dan? Ja, die gaan wij ophangen. Ja, tuurlijk. Die komen hier in de zaak te hangen. Geweldig.